Mevrouw, ik heb één snelle vraag. Heeft u een zwart broekje voor mij? Want ik moet nu buikschuiven en dit schijnt heel erg door. Nee, sorry, kan ik niet. Nee! Oké, snel, nog één! Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Ik ben Vince. Ik ben Gaddy. Ik ben Aaron. En vandaag zijn we aan het buikschuiven. Maar ja, Gaddy heeft een beetje een strak broekje, dus dat is wel een probleem. Ja, we gaan hier naar... Ja, dat is een probleem. Dus we gaan aan mensen vragen of ze een broekje voor mij hebben. En hij schijnt ook een beetje door, want hij is wit. Dat is ook zeker waar. En Aaron is een beetje chagrijnig, omdat hij geen zin heeft. Ik ben niet meer chagrijnig. Mag ik vragen wat precies de bedoeling is van buikschuiven? Nou, eigenlijk is de bedoeling dat je helemaal over die baan schuift tot aan het einde. En daar staat een waterbak en dan moet je daar eigenlijk met je lijf in plonzen. Oké, we gaan dus aanbellen bij huizen en vragen of ze een broekje voor mij hebben. Want dit ziet er niet uit. Familie Tam. Ik eis een zwart broekje. Waarschijnlijk is er niemand thuis. Ding dong. Ja, niemand thuis. Heb jij een ander broekje voor mij? Nee, mijn is ook nat. Heeft u een zwart broekje voor mij? Want ik ga zo buikschuiven en dat schijn ik door. Ik heb geen zwart broekje. Ik heb geen kinderen meer voor jou, van jouw leeftijd. En van uw man? Zwart broekje, kom ik hem straks terugbrengen. Dat heb ik ook niet. Hoeveel kinderen doen er denk je mee? Nou, ik denk met dit mooie weer een stuk of 20, 30. Dat is wel veel, ja. Ik heb hem straks terugbrengen. Is goed, maar ik heb geen zwarte broek voor je. Heel veel succes. Oké, dank u wel. Waarom zei ze dan is goed? Ding dong. Ik ga straks Oké, doei. Nou, dan gaan wij lekker inschrijven. En dan doen we het gezellig met z'n allen mee. Dat lijkt me nog een heel goed plan. Ik wil graag voor 3 mensen inschrijven. Oké. En hoe willen jullie je inschrijven? Eerst Aaron de Lange. Het schijnt dan door, dan sta ik heel erg voor paal. Ja, maar ik heb geen broekjes. Zwart. En uw man? Ik heb geen man meer. Jammer. Oh, sorry mevrouw. Oké. Nou, bedankt. Volk. Ik ga even kijken. Oké, een zwart broekje, want dit is wit en dan schijnt het door. Gaddy, ouwe hand. Hoe schrijf ik dat? G. Gewoon Gaddy. Gaddy is toch 14? Ja, dat is 14. Gaddy is 14. Ja, we hebben geen zwarte. Dankjewel. Joejoe. Er is wel een zwarte auto. Misschien kan je die in een broekje vouwen. Goeie logica. Dit broekje heel erg door. Ja, dat is leuk voor de meiden. En dan Vinskruid. V-I-N-C-E. Met een V. Ik ben 13. Top. Hoef niet lang te wachten. Mevrouw, ik heb één snelle vraag. Heeft u een zwart broekje voor mij? Want ik moet nu buikschuiven en dit schijnt heel erg door. Nee, sorry, kan ik niet. Nee! Oké, snel, nog één! Noën! Ik wil niet! Mevrouw! Mevrouw! Help! God! Volgende! Snel! Ik heb geen zin meer! Nee! Wat is uw gouden tip dan? Je moet je buik eigenlijk een beetje insmeren met groene zeep. Heeft u dat over ons? Dat staat strakjes bij die baan. Nog meer tips? Nee, gewoon plezier maken. Oké, top. Meneer! Nee! Wat bent u nu aan het doen dan? Nou, ik ben die groene zeep die jij op je buik moet smeren straks, die ben ik ook op de baan aan het smeren. Waar ligt die? Die groene zeep? Ja, die moet ik even zoeken. Zou u dan eentje aan ons willen geven? Nou, je moet gewoon even hier zo'n klodder pakken. Kijk, ja? Er liggen hier allemaal klodders. Je t-shirt omhoog en dan smeer je op je buik. Dit is... Oeh! Moet dat zo? Kan ik nog bij een paar huizen aanbellen? Ga nog maar 10 minuutjes bij huis, maar ga daar huizen proberen. En zoek gewoon even wat jongeren die een zwart broekje aan hebben of zo. Ja. Ik heb een wit broekje. Oh ja. Oké. Ik kan wel naar de markt, maar die is er niet meer. Dan kan ik er niet naartoe. Nee. Oké, doei. Ja, mij. Kan je dat voor me regelen? Ja, maar mijn ouders zijn niet thuis, dus ik heb geen sleutel. Jammer. Bedankt. Ja, ik wilde wel vragen of hij wilde ruilen, maar hij keek me aan van tief op. Mevrouw, ze zei dat we ons in konden smeren met groene zeep. Waar is dat? Waar je in kan smeren? Groene zeep. Ja, die moet je dan even kopen.
Nee, maar die kregen we hier. Nee, je gaat al heel hard hoor zo. Ja, maar ik kreeg... Peter die zei dat we groene zeep kregen. Nee, ja, sorry. Ja, kan je, doe je niet mee dan? Ja, dan ga ik wel minder hard. Ja. Ja, ik doe wel mee, maar ik heb wel groene zeep nodig. Nee hoor, dat gaat zo best. Ja? Jammer dit, echt. Of een zwembroek of gewoon iets met kleuren. Kom ik het terugbrengen? Kom even kijken. Oké, ik wacht hier. Ze zeggen nu opeens dat er geen groene zeep is. Oh, dat is vervelend. Ja. Dan moet je gewoon heel goed je best doen. Ja? Voeten omhoog, handen naar voren. Oké, okay, gaan we doen. Ja, zet hem top. Op zo, hè? Wat zegt u? Ja, mag dat? Oh, heel erg bedankt meneer. Heel erg bedankt. Dank u wel. Moet ik het terugbrengen straks? Kijk maar, als je wilt. Moet u het terug hebben? Graag. Oké, dank u wel. Okay. Geregeld. Het hele idee van deze video is dat we dus een wedstrijdje gaan doen. En nu is Aaron uitgelachen. En ja, oprotten. Lully, Lully. Moet je niet voor het beeld gaan staan? Ja, Lully. Oké. Okay. Aaron, ga! Ga, Aaron! Ga! Ik ga met de paard doen. Kut. Goed hoor. Ja, wat had je? 22 meter. Jij kijkt niet. 11. Ik had 25. Ja, maar... Fuck jullie. Jij bent dun ventje. Ja, maar ik ben wel ook kleiner. Jij hebt de lengte mee. Ja, je mag stuiten op dat ding. Meer, joh. Ik ook. Ik heb hier heel veel pijn. Ik heb allemaal mijn ogen zeep. Aaron, wat vond jij ervan? Hartstikke leuk. Leuk dat je hebt gekeken naar deze podcast. Hopelijk vond je het leuk en doe je een blauw duimpje omhoog. Abonneer ik op dit kanaal en dan is het einde. Doei!